Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Met de spin, wandelende takken, flappertakken en de mieren. Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Abonneer op dit kanaal. Blijf maar hier, veel plezier. Welkom weer terug bij een nieuwe video van Mitchell's Dieren. Vandaag gaan we het hebben over mijn Monomorium subopacum kolonie. Die hebben sinds kort een nieuw nest. En dat nest is helemaal zelf gemaakt. En het is van gips. En die is het bijzondere. Het is van gips en een oud plastic wegwerpflesje. Ja, dat klinkt gek, maar het nest ziet er alsnog goed uit. En ik zal het jullie laten zien in 3, 2, 1. En hier is de kolonie dan. In een plastic wegwerpflesje. De dop zit er nu even niet op, maar... Je hoeft je daar niet zorgen om te maken. Weet je waarom? Heel simpel. Het zit zo goed tegen het flesje aan, dat gips, dat er niet uitkomen. Dus. Maar hoe dan ook, misschien maak ik nog wel eens een video over hoe ik dit nest maak. Want ik weet vrij zeker als jullie mieren houden, dat dit een ideale uitkomst is voor jullie. Om goedkoop een nest te maken. Waar ze moeilijk uit kunnen snappen. En omdat het zo'n kleine kolonie is, zie je hier ook af en toe een lijmplekje. Omdat ik gaatjes vond ik te groot heb gemaakt. Ik was bang dat ze daaruit zouden snappen. Gelukkig zijn ze er niet uit ontsnapt of iets. Maar voordat ik ze in heb gezopen, heb ik die te grote gaatjes een beetje opgevuld met lijm. Maar hoe dan ook, ik zeg je één ding. Dit is de kolonie hoe die het er nu toe uitziet. Ik weet het. Het is een gigantische kolonie van Monomorium subopacum aan het wachten. Nog steeds 9 koninginnen. En het is een fantastische kolonie. Maar hoe dan ook, ik zeg je één ding. Deze kolonie gaat eerder als een gek groeien. En weet je wat, ik zal jullie uitleggen hoe ik dit nest heb gemaakt, oké? Okay? Laat ik even iets pakken om het... Om het dak te dichten. Ik deed het alleen even zodat er wat meer vocht uit kan. Vandaar dat het dak even open was. Even de kolonie veilig toezetten. Maar goed. Kijk, zie je niet dit nest? Dit is een leeg nest. Zit niks in. Helemaal niks. Maar hoe dan ook. Kijk, wat ik deed dus is... Ik haalde, kijk hier zie je dat het een beetje dikker is hier. Dat is heel belangrijk, maar ook echt heel belangrijk. Anders kan je het niet maken, als het de onderkantje niet dik is. Maar goed, wat ik deed is dus, ik maakte het hier helemaal open. Dus op dit lijntje hier. Knipte het helemaal rond. En knipte ik het hier een beetje tot hier, van dit onderkantje tot hier. Zodat het er overheen kan, dus niet dat het boep er niet op kan. En ik knip dit een beetje tot hier. Dus hier begin ik met het openmaken en dan knip ik dit gedeelte eruit. Snap je het? Ik haal ook dit kleine randje hier weg, waardoor het dopje erop blijft zitten. Maar ik zet hem dus op zijn kop. Haal het eraf natuurlijk. Hè. Dan ga ik met klei, van de gewoon natuurklei of zo. Dus, ga ik de gangetjes maken. Dus moet je voorstellen. Hier wil ik een gang, zo en zo. En zo wil ik naar boven. En zo hier een kamer en daar een kamer. Snap je, dan zet ik zo het klei ook neer.
En wat ik dan vervolgens doe is het gips klaarmaken. Modelgips om precies te zijn. En dat modelgips maak ik tot een soort, niet tot een soort van zacht papje. Niet dat het echt vloeibaar is, maar ook weer niet dat het een yoghurtje is. Een beetje ertussenin. En vervolgens ga ik het er nou helemaal ingieten tot het randje. En dan, vervolgens wacht ik een half uurtje of zo. En dan, wat ook heel belangrijk is, moet je wel weten. Als het er nou, voordat je het gips in doet, moet je het klein alles olieën. Met olie invetten. En dan moet je het gips in doen, oké? Voordat ik het vergeet te zeggen. Maar goed dan ook. Zorg ik voor de interruptie. Hoe nou, waar was ik? Oh ja. Dus dan doe ik het tot hier verder. Nadat de olijfolie over, over het klei heen zit. En het is niet van het Play-Doh klei wat ik ervoor gebruik. Maar echt modelklei. Hoe dan ook. Of natuurklei. En dan, dan vul ik het helemaal op tot het randje. Dan wacht ik een half uurtje tot het gedroogd is. En dan boom. Knip ik. Maak ik met een mesje het zo open. Open en open. Scheur ik het er omheen af. Dop en dit ding kan je bewaren. Maar dit gedeelte moet mag allemaal weg. Je moet twee van dit soort flesjes hebben namelijk. En het is heel belangrijk dat je niet sloopt. Snap je? En dan heb ik het niet over dit niet slopen, maar over het, dat gips mag je echt niet slopen. En nadat je het eruit hebt gehaald, heb je een tweede van dit, exact dezelfde geknipt met dit hier. Exact dezelfde dit gedaan. En dan zet je het erin, hoppakee. En dan lijm je het met een lijmpistool dit erop. Kijk maar, hier heb ik het ook gedaan. Dit is lijm. Oh nee, die stomme camera. Maakt niet uit. En maak je met een naald of zo deze gaatjes voor ventilatie. Dop kan je, hoef je niet meer zo op te laten, maar het is wel mooier. Kijk zo. In ment. Maar dan komt het vocht er moeilijker uit. Oh, ik heb iets scheef gedaan. Oké, die dop kan je erop of afhalen. Als je hem eraf haalt, kan er meer vocht uit. Maar het gaat ook wel met dit eruit hoor. Maar via de top kan je er in principe ook water in doen. En snap waar ik heen wil. En als je dan ooit dat allemaal gedaan heb, kan je ooit een gaatje boren, heel voorzichtig, zoals ik hier heb gedaan. Ik deed gewoon zo, met dit kleine dingetje. Deze ooit ik weet even niet meer hoe het heet, maar je snapt wat ik bedoel. Maakte ik een gaatje. Het is echt exact de grootte van dit slangetje, dat is heel belangrijk. En dan kan je een slangetje in doen en een buitenwereld aan toevoegen. En dan heb je een heel mooi nest. Nou goed dan. Dit was alweer het einde van de video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... abonneer en tot de volgende keer.